Adrie Poldervaart, is dit toch een last die van je schouders valt? Ja, ik zou... niet een last, we weten waar we mee bezig zijn. Maar dat het zeer welkom is en dat het een fijn gevoel geeft en dat het fantastisch is voor onze club, duidelijk. Ik had niet één moment het idee dat Excelsior in de problemen is geweest vandaag. Omdat jij verslaggever bent en probeer objectief naar hetgene te kijken, ook wel de Rotterdamse roots. Maar als trainer is dat anders. Een belangrijk breekpunt is, de start van de tweede helft was niet zo goed, maar dan maken we daarna wel 15-2-0. En daarna krijg je natuurlijk de penalty met, ik denk, een minuut of 18 te spelen of zo, geloof ik. Ruim 20. Maar... Ja, nou ja, ruim 20. Ja, als die gaat erin, dan gaat het hele stadion, want de hele wedstrijd al achter hun club stond, vond ik. Want dat is prachtig natuurlijk. Dan krijg je een breekpunt. Nou ja, Sonny pakken, fantastisch. Dus dat heb ik allemaal net even meegezeten. Je zegt ook, hè, net na de rust, dan zie je dat NAC toch weer... Ja, die hebben waarschijnlijk op de kloten gekregen in de rust van de trainer. Die had zoiets van, we moeten die tweede helft vol erin gaan. Dat zij dan wat druk gaan zetten. Wat gebeurde er toen bij jouw ploeg? Nou, ik had gezegd, we hadden 6 of 7 jongens. Die hebben 68 keer in de kleedkamer gezeten bij Mitchell. Dus die weten wat hij zegt in de rust. Die weten wat dan in de kleedkamer kan stormen. Wat hij van verlangt van zijn ploeg. Dus ik zeg, er komt een antwoord van hun. Dus wij moeten daar wel op bewapend zijn. Nou, een aantal keer veroveren we de bal. Maar we leven hem weer zo snel in. Ja, dan blijf je onder de druk staan. Ja, dan was natuurlijk de goal van Jeff. Een fantastische actie van Mikael Andersson. Ja, dat is dan zeer welkom. En dan luwt het een beetje. Nou ja, goed. Dan kan hij Castaneda nog inbrengen. Dus er komt nog meer power bij. Maar goed, we bleven fantastisch staan, want over de hele wedstrijd hebben we echt heel weinig weggegeven. Echt heel weinig. Wat er opviel was dat Excelsior volwassen speelde. Heel geduldig speelde, niet overhaast druk wilde zetten en lekker wachten tot NAC de middenlijn overkwam. En toen dacht van, nou, we gaan nu ons compact blok proberen druk te zetten. De tweede helft bedoel je dan? Ja. Ja, want de eerste helft hebben we continu lopen jagen eigenlijk grotendeels. Dat klopt. We wilden hun dwingen over hun rechterkant. Nou, ik vind dat grotendeels gelukt is. En ja, dan moet je wachten op het moment dat je druk kan zetten. En ja, goed, er was in de omschakeling hadden we misschien wat betere keuzes moeten maken. Maar de momenten dat we konden pressen, dan deden we dat ook zeker. Van tevoren zag ik een statistiek dat als Excelsior tegen de club speelt van een oud trainer, dan gaat die wedstrijd bijna altijd wel gewonnen. Dat gebeurt nu ook. Oké, nou ja, dan hoop ik dat we nog heel veel oud-trainers tegenkrijgen. We krijgen natuurlijk Groenendijk en Koster. Dus dat zijn natuurlijk oud-trainers waar ik mee gewerkt heb. Ja, goed, de statistieken zijn er altijd om gebroken te worden. Wij hebben vandaag echt een volwassen pot voetbal neergezet. Vonden we goed speelden, zeker de eerste helft. Dan komen we na de rust, wordt het minder. Dan komen zij, zonder dat we echt grote kansen weggaven, een paar schoten uit de tweede lijn. Dan maken we 2-0 en dan krijgen we het breakpoint met de penalty. En daarna vond ik dat het wat weghebde. En toen speelden we echt wel een paar keer nog goed eruit. Ja, goed, dan heb je een overwinning binnen. Ja. Wat is hetgene waar je het meest tevreden over bent na vandaag? Ja, sommige keren manieren van wij spelen. Wij crossballen wegleggen met Mathies en Matthij. Jongens die ertussen spelen, Schout en Koolwijk. En dan de totale arbeid van Elias Omarsson. Ja, je doet iedereen tekort als je hem niet noemt. Maar soms de momenten hoe wij gevoetbald hebben, waar wij heel de week op getraind hebben. En eigenlijk de voorbereiding, ja, dat doet me dan het meest deugd. En dat is voor de jongens ook belangrijk, dat ze dat gevoel hebben van hey, het kan, dit kan een manier zijn om te voetballen. Nou, daarom dat hebben we vandaag bewezen. En je maakt een lekker sprongetje op de ranglijst. Ook ja. Ja, dat is hartstikke leuk, want we waren natuurlijk gezakt, hè, omdat gisteren ADO gewonnen had. Dus ja, je kan allemaal zeggen dat het allemaal niet zo is, maar iedereen kijkt daar toch naar. Ja, dit is ook een welkome overwinning. En dat had wel voor NAC, want NAC had natuurlijk bovenaan gestaan, als bij de bovenste gestaan, 3-6. Ja, wij gaan nu in ieder geval over hun heen. En het is gewoon een fantastische overwinning waar we op voor kunnen borduren.